Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer een paar dagen mee in de winkel en ik ben heel erg benieuwd wat jullie graag willen zien. Dus laat vooral hieronder even weten, dan kan ik dat in zo'n dag laten zien. Ja, lekker drukke dag, dus we gaan hard aan het werk en gaan gauw aan de slag. Ik begin de dag weer met een mooie naamring. Superleuk, dus die ga ik even opmaken. Zo, we zijn ondertussen een paar dagen verder en vandaag heb ik weer wat meer tijd om wat met jullie te delen. Dus ik dacht, ik neem jullie mee. We zijn druk bezig met de bloemen eraan het inzetten. We hebben hele mooie bloemen binnen, dus ik word er helemaal vrolijk van. Ik ga er heel veel moois mee maken en dus kijk weer gezellig mee. En kijk weer deze prachtige grote hortensia's. We hebben echt heel veel mooie bloemen. Het zat er nog niet allemaal in, maar echt heel veel moois. En wat ook wel leuk is, is dat ik morgen weer bruidswerk mag maken. Dus ook daarin neem ik jullie mee. Daar krijg ik vandaag nog weer bloemen voor binnen. En ja, ik heb er weer helemaal zin in. Ondertussen de volgende dag en ik ga bezig met het bruidswerk. Dus ik laat jullie het een en ander zien. Ik heb hele mooie bloemen binnengekregen. Ik heb er zin in. Kijk, deze prachtige rozen. En die pioenen. Super mooi, mooie witte rozen. Dus ik ga gauw aan de slag. Dit is voor op de tafeltjes. Ze staan allemaal eventjes in een klein vaasje. Maar ook heel erg mooi qua kleur. Kijk dan. Goedemorgen, het is vroeg, maar ik ben al bezig in de winkel. Kijk, het bruidspakket is echt heel mooi geworden. Ik vind hem echt nog mooier dan op beeld. Maar echt die roze, ik weet niet of die... hij stelt de kleur niet helemaal goed vast. Maar ja, echt heel erg mooi. Dus ik ga alles afwerken. En ik ga nog even een polscorsage maken voor een bruidsmeisje. Dus dat is ook heel erg leuk. En ja, ik vind het toch altijd het leukste werk om te doen. Even mooie foto's maken weer. Dus helemaal in mijn jas. Ik werk altijd onder het lint eerst af met caoutchouc. Het zit groene tape.
Blijft het lint mooi zitten en de stille geeft niet af. Ik ben wel benieuwd, als jij bent getrouwd, wat jouw bruidsboeket was. Ik zal mijn ook even hier delen. Want ik heb zelf al mijn bruidswerk zelf gemaakt. Tot in de late uurtjes. Ik was de dag voor mijn bruiloft echt nog tot 1 uur aan het werk. Ik had heel veel corsages. Ik had 80 corsages ook. En ik had ook flink uitgepakt. Ik zal wat beelden delen van het bruidswerk. Dat is misschien wel leuk. En we hadden als thema roze. Allemaal fuchsia roze. Dus dat kwam ook terug in het bruidsboeket. Het kwam overal in terug. Dus dat was wel heel erg leuk. Kijk, ik vind het altijd al... Dan is hij al heel mooi strak afgewerkt. En hier komt dan het lint nog omheen. Het bruidsboeket is helemaal afgewerkt. Dus ik ga nu beginnen met het afwerken van de corsages. Die staan nu op vaasje, want die heb ik al voorgewerkt. Dat doen we met caoutchouc. En ik adviseer eigenlijk altijd magneetjes. Tenzij iemand een pacemaker heeft, dan moet je het echt niet gebruiken. Want dan kan iemand kan die op hol slaan. Want die magneetjes zijn heel sterk, dus dat zegt er altijd bij. Je hebt er nu ook twee die zonder magneetje moeten. En ik adviseer altijd met magneetjes, want iedereen heeft altijd op zijn mooie dag mooie dure kleren aan. En ja, met speldjes ga je toch in die kleding prikken. En dat hoeft met deze magneetjes niet. Ze zijn echt heel sterk. Dus dat bedoel ik met veel tussen. Dus die ga ik even mooi afwerken. Er zijn er 25. En dan nog het bruidegomscorsage en voor de bruidsjongen. Ik ben de laatste dingen aan het afronden. De corsages zijn klaar, de bruidegomscorsage is klaar voor de bruidsjongen. En ik ben nu de polscorsage aan het maken. Dus ik zal jullie zo even het resultaat laten zien. Kijk die kleuren van de bloemen. Ik vind het echt prachtig. Prachtige bloemen weer. Mooie volle stelling. Prachtige lucianthus. Duizend schoon. Mooie rozen. Dus we gaan er wat moois van maken. Laat zien dat onze stagiaire een heel leuk etalage heeft gemaakt. Ik zal hem zo even beter filmen. En dan ga ik ook de vlog afsluiten. Want we hebben alles weer schoon. En de week zit erop. En ik ben er ook wel aan toe om weekend te vieren. Dus ik zal het nog even laten zien. Kijk, heel leuk met allemaal plantjes. Heel origineel. Opgehangen. Met macramé. Heb ik ook zelf gemaakt. En dan ga ik ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat even weten wat jouw bruidspakket was. Daar ben ik al heel nieuwsgierig naar. Of wat je graag zou willen als je nog niet getrouwd bent. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!